In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenoten willen we moedigen en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods koninkrijk stil te zitten en niets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien over God, daarna zien over ons gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. De titel van deze vierde uitzending is MM's. Ik ben hek op MM's. Aan de buitenkant zien ze er allemaal anders uit, met hun verschillende kleuren. Het prachtige omhulsel heeft voor mij niet echt het smaak. Het is de vulling van heerlijke chocolade die het voor mij zo smakelijk maakt. Net als MM's zien we er ook allemaal anders uit. Zo heeft God ons ook allemaal uniek en verschillend geschapen. We zijn dan ook gemaakt om gevuld te worden met goede dingen. Eerst en vooral met de Heilige Geest en daarnaast gevuld met Gods liefde. En de vruchten van de heilige geest, namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zonder God zijn een mooi leeg omhulsel, zonder doel en betekenis. Dus zorg dat je bent als een van die heerlijke M&M's. Die gevuld is met overheerlijke chocolade. Natuurlijk gaat mijn overdenking ten diepste niet over MM's, maar over Maria en Martha. Twee zussen, beiden gelovig, maar toch helemaal anders. Zoals een rode en hele MM. We lezen een stukje waar Jezus bij Martha op bezoek is en daar zeer gastvrij wordt verwelkomd. We lezen in Lucas 10, Versen 38 tot en met 42. Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam, en een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En als zij erbij was komen staan, zei zij, Heere trekt u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Wanneer Lucas dit verhaal schreef. Zag hij dat christenen op twee manieren met Jezus bezig waren? De een door hulp te verlenen, diaconie, en de ander door zijn woord te luisteren. Martha dient. Maria en nog bezoekers zitten aan de voeten van Jezus. Ik wil de versen 40 tot en met 42 nogmaals lezen. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heren, Trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Iets mis met dienstbaarheid? Ik denk het niet. Het verhaal van het bezoek van Jezus aan Maria en Martha volgt op het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Daar wordt juist benadrukt dat de inzetten voor een medemens het grootste goed is voor hun volging van Jezus. Lucas de Schrijver lijkt hieraan te geven dat er meer is dan deze actieve inzet: betrokkenheid naar Jezus gaat voor alles. In de Bijbel noemt Matthäus zes werken van dienstbaarheid. We lezen het even. Matthäus 25, versen 34 tot met 40. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, Kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij bekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zal de rechtvaardigen hem antwoorden: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien? Of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, heeft u dat voor mij gedaan? In deze tekst wordt verteld dat het koninkrijk van God is voorbestemd voor degenen die een broeder eten, drinken, kleren, onderdak of aandacht geven. Want wie zoiets voor een ander doet, dient daarmee ook God de Vader. Dus, er is niets mis met dienstbaarheid. Zoals ik ook al vernoemde, gaat het verhaal van de barmhartige Samaritaan over dienstbaarheid. En in Hebreeën 13, vers 2 staat toch, Vergeet de gastvrijheid niet, want daardoor hebben sommigen onwetend engelen hun huisvest. Wat is er dan mis met wat Martha doet? Toen ik dat de eerste maal las, had ik begrip voor Marten en eerder wat onbegrip naar Jezus toe. Ik zag een vrouw die alles op alles zette om gastvrij te zijn. Ze ontving Jezus en zijn discipelen. Dit zal een onverwachts bezoek geweest zijn en het aantal personen kon oplopen tot zo'n zestien. Ja, stel je voor, zestien gasten in huis. Dan nog te denken dat in die cultuur maaltijden zeer belangrijk zijn als uiting van gastvrijheid. Dus ik had alle begrip voor haar reactie. Maar wat zag Jezus dan wat ik niet zag? Jezus zag haar hart. Uit haar vraag naar Jezus toe kun je uitmaken dat ze niet van harte diende. Ze dacht dat Maria het beter had en genoot niet van wat ze deed. Ik denk zelf dat ze jaloers was op Maria. Jezus zag ook de bezorgdheid in plaats van het vertrouwen. We kunnen in ons christelijk leven zo druk bezig zijn met goede werken. Maar is het met juiste ingesteldheid? Doen we dit uit verplichting of om te tonen aan een ander wat we kunnen? Martha, haar ingesteldheid, haar hart zat niet goed. Ik wil u vandaag oproepen om even stil te staan. Ga in het bed. En ga even als Maria aan de voeten van Jezus zitten en luister naar wat hij jou te vertellen heeft. Hoe zou jij daar heren als Jezus bij jou op bezoek komt? Die vraag heb ik me jaren geleden gesteld toen ik net tot geloof was gekomen. En mijn eerste gedachten waren: hopelijk is mijn huisje proper. Ik kwam tot de vaststelling dat ik een Martha was. Op vrijdag was mijn poetsdag. En je kon niet onaangekondigd aan mijn deur staan. Ik ging je wel binnen laten, omdat ik wist dat dit zo hoorde. Maar niet van harte. Het heeft een tijdje geduurd voor ik doorhad dat God de vrijdag echt mensen zond, dat ik leerde mijn prioriteiten te stellen. Ik leerde mijn werkzaamheden te laten liggen voor een andere dag. Als nu iemand aan mijn deur staat en nood geeft aan een babbel, doe ik dat met veel plezier. Ik heb moeten leren dat ik geen slechte vrouw was als er eens wat stof op mijn kast lag, doordat ik gastvrij was geweest of hulp had gegeven aan iemand in nood. Ik heb moeten leren vertrouwen dat God zijn planning beter is dan de mijne. Ik leerde in de eerste plaats een Maria te zijn, door iedere morgen de dag in zijn handen te leggen. Ik maakte tijd om aan Jezus zijn voeten te gaan luisteren. Door in mijn Bijbel te lezen en te bidden. Ik leerde prioriteiten te stellen: aanwezig te zijn in de zondagdienst, Bijbelstudies en bidstondes. Ook als de kinderen klein waren, sprak ik onderling af met mijn echtgenoot om elk ombeurt beurt naar de Bijbelstudies of bidstondes te gaan. Hobbies kwamen op de tweede plaats. Om te eindigen wil ik nog even teruggaan naar die lekkere MM's. Misschien herken je jezelf als een Maria of als een Marta. Vandaag wil ik jullie aanmoedigen om de eerste plaats een Maria te zijn. En dan pas een Marta. Maar dan met een juiste ingestaaldheid. We zijn nu eenmaal allemaal anders. Maar laat ieder unieke karaktereigenschap iets positiefs zijn in het werk van God. Word je bewust van wat je binnenin je hebt en deel dit met anderen. Wees niet egoïstisch met je zakje M&M's maar deel ze in overvloed uit. Laat de vruchten van de Heilige Heers zichtbaar zijn. Iedere M&M kan symbool staan voor Gods liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid of zelfbeheersing. Zonder God zijn we een mooi leeg omhulsel. Deel de vruchten van God met anderen... Deel deze podcast met anderen, maar het allerbelangrijkste: deel het goede nieuws van onze redder Jezus. De beste plaats is aan de voeten van Jezus, waar je zijn stem mag horen. Dus als ik mezelf nu de vraag stel: wat zou ik doen als Jezus voor mijn deur staat? Dan zou ik hem binnenlaten en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.